Een hele goede middag en welkom bij Mr. Drive Drives met vandaag een primeur. Ja, hier zie je hem. Nou ja, niet de bus, ook niet het eindstation, maar wel deze rit. Lijn 71, een nieuwe toevoeging in het Vlietburg gedeelte. Net klaar en dit is mijn eerste rit, dus jullie gaan hem met mij meemaken. Er kan dus van alles misgaan onderweg. Blijft altijd spannend. Nou, eerst maar eens even om aan de hal te zitten. Ik heb ook een behoorlijke tijd niet meer gereden sinds mijn laatste video eigenlijk volgens mij. Dus ik hoop dat ik het nog kan. Dan ga je natuurlijk allemaal zeggen, je hebt het nooit gekund. Dus nou. Hi there. Hey. In goedendag. Hoi. Hallo. Hallo. Dag. Hallo. Hey, gozer. Hallo. Goeiedag. Middag. Jim, goedendag. Hey. Hallo. Hoi. Hallo. Hi. Hallo. Dag. Nou, we zijn allemaal binnen. Er is nog wat tijd. Ja, lijn 71 dus. Over 3 minuten. Nou, dan kan ik je wel even vol kletsen. Kan ik je nou een beetje omheen kijken. Lijn 71 loopt tussen Vroondaal, waar wij nu staan, en we gaan naar station Vlietburg. Ja, nou, door een gebied wat je... We gaan wat dingen kruisen. Niet veel, maar een paar, iets wat je wel zou moeten herkennen. Voor de rest is het eigenlijk allemaal een nieuw gebied. Dus ja, een toevoeging weer van wat taals. Ik ben benieuwd hoe het presteert en of het allemaal werkt zoals ik denk dat het werkt. Zou moeten werken. Het is een rit van ja, rond een half uur. Ik heb hem nu op 25 minuten gezet, maar ik zie aan de AI-bus steeds, daar heb ik al wel in meegereden, dat aan de krappe kant is. Dus hij gaat iets ruimer worden. Ik verwacht dat het een drukke lijn is. Maar dat bepaal ik zelf. Maar ja, dat is eigenlijk op basis van de soort lijn die het is. Het is echt een commuterlijn tussen woonwijken en een centraal punt. En dat centrale punt is dan dus het Vlietburg en het station, waarvan er overgestapt kan worden richting nou, alle andere gedeeltes in Vlietburg. En natuurlijk met de trein, waarvan ik geen idee heb waar die heen gaat. Het zijn nog van die geheimen in Vlietburg. Ja, de bus wordt gereden dus door een geleden combinatie. Nou, ja, die is, ik denk dat we gaan merken dat dat wel nodig is. Ja, en zoals altijd is een gebied bouwen qua infrastructuur, dus wegen en haltes, vind ik nooit zo moeilijk. En daarna moet je de scenery gaan plaatsen en dan moet je weer gaan zoeken en wat past en wat niet past en wat heb je in gedachten en niet. En wil je ook weer niet een soort herhaling van zetten doen, dus dan moet, toch, moet het een herschikking worden van objecten. Dat is altijd wat aan de lastige kant, daar heb ik altijd wat moeite mee. Maar goed, we gaan het zien. We rijden dus nu in een bus die heeft een kwartierdienst. Rijden, ja, het is dus niet zo'n hele lange lijn op dit moment, dus gaat die ook niet meer worden. Dus er rijden nu 4 bussen op deze route. Misschien dat ik daar een wat intensievere dienstregel voor gemaakt, bijvoorbeeld 12 minuten of zo, iets in die geest. Ik zie dat het ondertussen bijna tijd is. Ik ben ook benieuwd of de dingen die ik verzonnen heb ook nog bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld die bocht die we hier zo direct moeten maken is volgens mij best wel moeilijk. Misschien een leuke test voor een van mijn testrijders. Die in het dagelijks leven gewoon ook buschauffeur is. De volgende halte is Vredebestweg. Jongen, hallo. Jeetje, ik rijdt niet zo goed, hè? Oh, nee? Oh, mag ik voor? Dat is zo leuk, hè? Dan stel je voorrangsregels in en die heb ik ingesteld voor gewoon de hoofdweg. En dan mag ik toch voor. Oh, oké. Okay. De volgende halte is Vredebestweg. Dat had je al gezegd. Ja, ik heb je waarschijnlijk maar 1 keer die halt aan het begin gedaan. Ja, dit is dus echt weer de rand van Vlietburg.
Ja, er ligt een andere randlijn in de buurt. De lijn naar Vlietburgse Zoom. Vlietburgse Zoom is iets noordelijker van hier zo. Ongeveer op dezelfde hoogte. De rand van de stad. Op dit moment, het is net zoals mijn eigen woonplaats in Den Haag. Oh, hier is een beetje hoogteverschil. Dat moeten we nog even compenseren. Maar zoals ik zei, net als in mijn woonplaats Den Haag. Ik woonde vroeger bijna aan de rand van de stad en dat is nu ondertussen ook. Hallo. Hallo. Hartje gentle geworden. Nou, dat is een beetje overdreven, maar. Oh, wil je wat? Dank je. Alsjeblieft. Hallo. So far so good. De volgende halte is Ciceroweg. Ik heb op dit gedeelte nog geen straatverlichting, dus een nachtritje zit er nog niet in. Daar gaan we voor hoor. Fietsers hebben we ook weer aan boord. Niet overal. Het is wat grappige dat het... In game is het altijd, ziet het er altijd behoorlijk anders uit als, als in de editor. Nou, kijk, we hebben nog een te groot doorkijkje. Daar moet ook nog wel iets worden dichtgezet. Het gaat erom, hè, zichtlijnen. Hallo. Hallo. I guess it is not me you're looking Hallo. For. Hallo, nope. Borst. I'm not looking for you. Wat rammelt er zo? De volgende halte is... Evert Duikerstraat. Kennen we die nog? Evert Duiker. Ik zal je helpen. Het is geen echte... nou ja, geen figuur uit de echte wereld, maar uit de fictieve wereld van de televisie. Als je wil weten wie Evert Duikers is, zou je of moeten gaan zoeken op Google, of moeten wachten tot het eind van deze rit. Ik zou je nog een beetje verder helpen, hij is echt weg. Ik merk dat Omsieder hier wat moeite mee heeft.
zoals ik al op de Facebookpagina heb vermeld, heb ik nog twee. De volgende halte is Arkelplein. Dankjewel. Had ik twee ideeën voor twee nog lijnen. Had ik ideeën voor twee lijnen? Nou, daar heb ik nu één van gerealiseerd. Andere ga ik waarschijnlijk ook nog wel doen. Ik moet wel een beetje inspiratie krijgen weer om wat dingen te bebouwing te bedenken. Maar goed, die andere wordt meer een landelijke lijn, dus. Dankjewel. Misschien dat ik dat weer wel ga doen. Kijk, hier ben ik nog een stoeprandje vergeten. Recht voor ons. Ja, ik hoop dat deze lijn ook veel doet aan de vraag naar wat kortere ritjes op Vlietlanden. Die zijn natuurlijk meestal wel redelijk lang, in mijn geval. Byzantijnlaan. Ja, ik denk dat het gebouw hier rechts hier een behoorlijke performance breker is. Al dat glimmende gedoe. Nou, als je nou goed oplet, ga je het zo herkennen. Ik zie een EC naast staan. Tijdens het neerzetten van het gebouw helemaal niet opgeworpen. Nou, oké. Okay. De volgende halte is Duinlaan. Ik vraag me een beetje af waarom die hier zoveel moeite heeft. Want je hebt de naam al van de halte al gehoord, Duinlaan. Nou, dat is ook een. Of er zijn zoveel problemen aan het verzamelen. Nou, dat kan niet, want ik heb mijn logval niet aanstaan. Dat je straks gewoon vastloopt, dat kan ook nog. Hallo. Hallo. Jan, goedendag. Nou, goedendag. Hoi. Hey. Hallo. I guess it is not me you're looking for. No. Hallo. Hey, gozer. Hoi. Doe mij even weer een toertje. Dag, beste man. Even? Is even al van kleur. Nou, zij willen dan aan mij waarschijnlijk. Hallo. Hoi. Hey. Goeiedag. Hé, hey, ze zijn te veel, joh. Dag, beste man. Hey. Hallo. Kan ook zijn dat het. Hey, gozer! Het grote aantal passagiers dat het. Voor wat, laten we zeggen. Minder leukere frame rates zorgt. Nou, wie staat er? Staat hier dat te doen? Kom maar op, jongens. Thank you.
De volgende halte is Westerdreef. Huh? Zou het nog gaan komen vandaag? Ik, Oh ja. Kijk, nu zijn we er weer voorbij. Nu gaat het weer goed. Dus er is iets in deze buurt wat niet helemaal lekker is. De vraag is, wat is dat? Gaat ook nog steeds niet helemaal spontaan. Je ziet die auto iets schokken, maar... Kijken, dit is niet natuurlijk. Dat is een trespasser. Westpassage. Ja, hier heb ik een beetje de Almere laten inspireren. Ja, nog één. Heb ik toch iets niet goed dichtgezet. Dag, hè? Dag, ja, ja. De volgende halte is Monsieur Nolenslaan. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat je mag rijden op zo'n dedicated busbaan. Ik heb wel tijd in te halen. Laat ik maar rustig aan doen. Mensen ingesteld, hè? Maar niet zoveel als dit. Hallo. Ja, goed. Dat is de multiplier van ons natuurlijk. Zou die multiplier ook werken op de cube-aantallen? Dus stel dat je multiplier op 1.5 staat, dus anderhalf keer zoveel. Dag, beste man. En je stelt bij een cube 10-1 dat je er dan 15 van maakt. Doe maar even een retourtje. Even een retourtje, alsjeblieft. Hey, gozer! Hi there. Hallo. Return ticket, please. Return ticket, please. Here you are, sir. Yes, daar gaan we.
Hey, de kenners van Den Haag, de Rijswijk, merken altijd dat her en der wat, laten we zeggen, nieuwe, ja, eigenlijk toegevoegde gebieden aan Den Haag en nieuwe woonwijk als basis heeft voor deze lijn. In ieder geval de benaming, niet hoe het eruit ziet. Twee trespassers. Moet daar nog eens een keer goed kijken. Drie trespassers. Nou ja, goed, je kent de problemen. Omziende traffic rules. Volgende halt is, ja, to be or not to be. We blijven te laat, maar ja, so be it. Bij de volgende halt zo'n steeds veel zijn, dat klopt er iets niet. Ook goedemorgen. Eén koffie te weinig. Hallo. Nee, een koffie te veel. Dag, beste man. Dank u wel. Hallo. Ook goedemorgen. Eén koffie te weinig. Vrolijke lui allemaal. En nu ben ik benieuwd, want ik heb dit stuk, deze oversteek zonder stoplicht gedaan. Ik ben benieuwd of ik daar spijt van ga krijgen. Nou, die gaat stop. Nou, ik begrijp, daar hebben we geen barst van, maar niet uit. Oh, je staat lekker in de weg, tui. Nou, op hoop van zegen. En voor alle duidelijkheid, er is geen vliegveld in de buurt, al zou je dat met het gebouw links misschien wel zeggen. Maar hier was vroeger wel een klein vliegveldje. Maar dat is inmiddels al lang en breed gesloopt. Ik weet dat hele hoop OMSI-gebruikers gek op vliegvelden. Maar dat ga je in mijn omgeving niet meemaken. Net zoals 17 busstations en 49 schoolbuslijnen. Ook niet, echt niet. Hallo. Hallo. Dit is wel ongeveer het aantal wat ik voor deze halt ingesteld had. Straat.
verkeerde kant uit hoor. Ik geloof dat je halt een beetje kort gemaakt. Een goede dag. Dag hey. Inge. Hoi. Hey. Hallo. Ook goedemorgen. Hallo. Eén koffie te weinig. Hallo. Hey, gozer. Het waren er te veel. Ik vind het echt... Ik vind het dus niet slecht uitzien, al zeg ik zelf. Die zijn er ook te veel, duidelijk. Nou ja, oké. Okay. Dag Minje. Hallo. Hi there. Hey gozer. Hallo. Hey. Hi. Ik hoop je wel, dus ga je bij ons een hele druk plaatje. Dank je. Ik weet dat het hier bevalt dat je net binnen bent. Even een toertje. Even jou. Dank je. Dank je. Dit stukje heb ik een klein beetje gebaseerd op de Hengelolaan in Den Haag. Ja, sorry, dat was een beetje. Grof rijden eigenlijk. Hallo. Hallo, brave borst. Hallo. Goedendag voor. Ja, het grappige is dat hier dus de instellingen voor de cube staan hier op hooguit 1 passagier. Dat zijn er toch heel wat meer, hè? Nee, het zij zo. Ja, precies. Dus hier ga je het alweer herkennen. We zijn nu dus in de buurt van station Vlietburg. De lijn de andere kant op richting Vroondaal, die komt hier zo van rechts uit de Proheelstraat. Ja, het gebied zou je moeten kennen, dat zeg ik wel, maar dit is nog helemaal niet uitgebracht. Dat zou je dus moeten kennen van een van mijn andere video's. Wit licht, is altijd mooi. En hier staan er ook veel
was te veel. Nee, ik denk dat die multiplier echt... geinig. Ja. Het zei ze. Ik ga er wel eens even naar kijken. Misschien heb ik wel zitten spelen met die cijfers. Af en toe doe je zo'n proefje. Dat wordt, De volgende halte is Vlietburg station NS. Dit is tevens de eindhalte van deze lijn. U wordt vriendelijk verzocht het voertuig te verlaten. Denk daarbij aan uw bagage en vergeet niet om uit te checken. Nou, het is heel belangrijk, terwijl ik iedereen gewoon volgens mij een soort stripkaart heb zien gebruiken, maar... Het klonk hier wel heel erg als een stempel, man. Nou, dit kan wel eens eventjes duren. Framerate zijn niet helemaal. Zitten rond iets onder de 30 zelfs, denk ik. Nou, tot 26 is het doel. Hoor. Oh, kijk, nu mag ik. Nou, dit is nogal een tricky. Ja, dus moet ik toch maar een keer met de log aan gaan rijden. Dat is performance nog iets slechter, maar dan kan ik wel zien of die heel erg veel logs aan het maken is. Want daar lijkt het wel een beetje op de achtergrond iets vreselijk misgaat. Maar als dat zo is, dan is het meestal met bussen. Maar die stiek gewoon staan, dus dat kan niet echt zijn. Nou ja, dit is dus Vlietburg station en het busstation bij het station. Het busstation van het station, wat wil je nog meer? Ja, dit is onze eindhalte. Nou, dit is dus lijn 71. Nieuwe lijn wordt toegevoegd aan Vlietlanden, het Vlietburg gedeelte. Ik zou zeggen voor nu bedankt voor het kijken en tot de